De Cambuur-quiz. Iedere week beantwoordt een drietal selectiespelers vragen over hun club om te bepalen welke spelers de meeste Cambuur-kennis hebben. Vandaag is het de beurt aan Lucas Bijker, Martijn Barto en Ramon Leeuwin. Nummer 3. Het stadion staat al sinds 1936 op deze plek. Door de jaren heen is het stadion steeds uitgebreid. Wat is de capaciteit van het stadion momenteel? A. 9000 mensen. B. 10.000 mensen. C. 11.000 mensen. Ah, dat is een makkie. Ja? Toch? Ja, B. B? Ja, B. 10.000. B. 10.000 mensen. Kijk eens. Lekker. Bam. Vraag 11. Wat is de bijnaam van de oud-Cambuurspeler Mark de Vries? A. Mark de Leeuwarder. B. De Leeuwarder Stier. C. De Kannibaal. Nee, je weet Ramon, denk ik. Toen je die vraag stelde, had ik al een idee dat het A zou zijn. Mark de Leeuwarder, geloof ik. Maar ik wil nog even overleggen, toch? Nee, deze gaan we echt niet overleggen. Ja, Mark de Leeuwarder. Antwoord A. Mark de Leeuwarder. Lucas, wil jij de volgende? Nee, voor mij toch. Oh, sorry. Nou, ik was zeggen dat ik overgeslagen. Sorry. Nummer 18. Als Jody Lukoki geen voetballer zou zijn, zou hij A. werkzaam zijn in de computerwereld. Wacht even, Lucas begint te lachen. Ja. Ga verder. B. een eigen bouwbedrijf hebben opgericht. Of C. fitnesscoach zijn geworden. Ja, voor alle drie moet je een diploma hebben, toch? Ik denk A. Jij denkt A? Ja, werkzaam zijn in de computerwereld? Denk ik. Dat denk ik ook, maar hij heeft wel de hersens. Antwoord A, werkzaam zijn in de computerwereld. Lekker zeg. Netjes, we gaan lekker hoor. Kijk. Even goed, goed wisselen. Niet zoeken. Ochbetje, nummer 10 trouwens. Ochbetje heeft voor zijn debuut bij Cambuur bij verschillende clubs gespeeld. Welke van de onderstaande is één van die clubs? A. Everton. B. Almeria. C. Middlesbrough. Nou? Antwoord C. Middlesbrough. Antwoord C. Lucky? 100%. Ja? Antwoord C. Middlesbrough. Ach, een lastige kus dit. Vraag 22. Welke BN'er was van jongs af aan al Cambuur supporter? A. Bart Smeets. B. Humberto Tan. Of C. Wilfred Gené. C. Wilfred Gené. Ik kan niet anders, hè? Elke week heeft hij het over Cambuur. Fantastisch. 5 uit 5. 15 punten. Keren. Nee, dat is een onbekend van. Een prima score voor het trio Bijker, Barto en Leeuwin dat 15 punten verzamelde. Omdat ze de eerste deelnemers waren, gaan zij automatisch aan kop in het klassement. Volgende week is het de beurt aan Leonard Nienhuis, Tim Koremans en Mart Dijkstra.